Ik wil het gewoon dicht hebben. En die roze bartelstruik uit de gemeente, dat groeit ook weer in mijn tuin. Eentje staat er vlak achter, nou ja, vlak achter bij die paal. Tussen die twee plantenbakken in. En ik zie ook slakken aan een plantenbak hangen. Ja, jullie zien het. Ik zit bij Mary thuis. Ja, echt waar. Dus, ik ga weer even zitten te vloggen. En daar hebben we ook meer. Jongen. Ah, niet schat. Ja, doei. Op dak zitten. Op dak zitten, nou dat is me een beetje te hoog hoor. Een hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag. Wat voor dag is vandaag? Vrijdag. Jeetje, ik ben heel moe kwijt. Vrijdag, de 17e van de 6e 2022. En we leven om 12:55. Het is al behoorlijk warm. En normaal kijk ik heel goed tegen, maar ik weet niet hoe het met de vochtigheid gehalte is. Maar ik heb het nou heet, ik zit met apenzuur en ik heb bijna niks aan, een zomerjurkje. Maar jeetje mina, ik weet niet. Ik ben er ook draaier van. Ik ga zo eventjes met meisjes buiten en ik hoop dat ik ook wat schaduw heb en wat wind. En dat zal wel, ik knal weg bij die nieuwbouw. En ik krijg ook visite, maar ik laat de boel lekker dicht, want dat is binnen toch iets koeler dan het buiten. Ja. En Claudia die zou komen, nou die komt dus niet. Die komt morgen op zaterdag, want haar vriend die komt morgen ook deze kant op. Maar eerst komt zij werk doen en dan komt die vriend haar ophalen, maar dan komen ze tevens ook een bakje doen. Gezellig. Nou dan mag ze gelijk dat koelding beneden halen, ja. Want ik kan wel naar boven brengen, maar niet naar beneden. Nee. Geprobeerd. Lukt niet. Maar dat komt wel goed. Ja, dat is het eerste wat ze mag doen. Dat koelding. Ja. Maar in ieder geval, ik ga nou lekker met de meisjes even lopen. En ik wens jullie natuurlijk eerst niet dat ik met blote voetjes komen. Dat kriebelt. Ja. Ik wens jullie natuurlijk als eerste welkom bij een gloednieuwe vlog, want ik vergeet het alweer. Ja, voor de zoveelste keer. Maar ja, komt goed. En daar gaan we lekker met die meisjes even lopen en dan komt het allemaal hopelijk wel goed. Ja. En ik moet nog even oorbellen erin doen. Ik denk dat ik mijn blaadjes erin doe, mijn herfstblaadjes. Mijn horloge zegt piep, piep, piep. Dat krijg ik er ook niet uit. Dat krijg ik ook wat van. Het alarm. Krijg het er wel in, maar er niet uit. Ja, en automatisch, per ongeluk, krijg ik het erin en eruit gaat het niet. Nee, ik weet niet hoe dat werkt. Maar oké, lieve vrienden, geniet van je dag. Gaan wij ook aan deze kant doen, ik zou zeggen. Tot later. Ja, lieve vrienden, en daar zijn we weer eventjes. Ja, nou, mijn visite die ik vanmiddag zal krijgen, dat is niet doorgegaan. Ik loop altijd en eeuwig, altijd weer, iedere dag, 3 keer, soms 4 keer. Langs haar huis en enkel zo dan aan de overkant en ik loop naar deze kant, maar het valt te beroepen. Nou, ze kreeg de dochter en ze zei, daar word je ook niet vrolijk van, dus dat zal ook wel geen liefertje wezen of zo. En ze had een kleinkind, ze zegt, en dat wordt dan veel te druk. Dus dan zou ze morgen komen, maar ja, of dat dan ook doorgaat, dat is ook weer vraag 2. Maar dat zien we dan wel weer. Ik maak me er niet meer druk om. Nee hoor, komen ze niet, komen ze niet. Komen ze wel. Ja, lekker belangrijk. Ik ga straks naar Mary toe. Ja, ik ga er trui wegbrengen, et cetera. Dus ja, dan gaan we gewoon gezellig eventjes naartoe. Dan hoef ik met weekend niet, want morgenmiddag komt Claudia en haar vriend Nick. Claudia komt eerst werken, daarna komt Nick en dan is het Bakkie. Zondag krijg ik ook iemand die komt mijn tuin eventjes doen. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. Dat moet gewoon gedaan worden, ja. Dat onkruid moet even weg. Ik heb al een klein stukje gedaan hoor, daar niet van. Maar ik was gelijk kapot. Gelijk er zijn er ook op gedaan. Hier, oh, in dit hoekje, kijk, dat zien jullie wel. Daar heb ik het in die pot gedaan. Nou, daar ligt die is dood gegaan door de zijn.
Maar het is mijn, ja. Ik wil het gewoon dicht hebben. En die roze bottelstruik uit de gemeente, dat groeit ook weer in mijn tuin. Eentje staat er vlak achter, nou ja, vlak achter bij die paal. Tussen die twee plantenbakken in. En ik zie ook slakken aan een plantenbak hangen. Leuk en belangrijk. Het is allemaal dood. Ja, ik kan er niks aan doen. Het gaat bij mij kapot, behalve de aardbeien niet. Nee, de aardbeien die doen het goed. Er hangen weer aardbeien aan en ik zie er eentje weer rood worden. Ik heb in de koelkast ook al wat leggen weer. Dus ja, dat dus. Maar die rozenbortelstruiken, nee. Ik heb er drie. Achter de vlaggenmast staat er een, die moet er ook uit, weet je. De Rutti-handel en grof vuil. Het moet allemaal nog grof vuil. Ja. Dat moet ik bellen, grof vuil. En dan moet het dan voor andere week moet het allemaal bij de weg leggen. Nou, dan gaat het die hekken, die kooi gaat ook weg. Al die buizen gaan weg. Nou, weg is weg, zeg ik dan. Ja. Dus, ik kan er ook niks aan doen. Alles gaat gewoon weg. Nou, dan mag die ook die bak eruit halen. Als die toch het onkruid weghaalt, haal die bak er dan ook uit, weet je. Dan zal ik hem ook gelijk vragen van, hey, moet je luisteren, ik kan gratis tegels krijgen. Mijn buurman die heeft binnenkort een aanhanger. Kan jij even mee om dat te doen? Want dat is ook een oudere man. Die is nog ouder dan wat ik ben, in de 80. Nou, je ziet die man toch niet gaan sjouwen. Ja, oké, Mary heeft een steekkar. Dus daar kunnen er een hoop op. Maar we kunnen ook met die aanhanger bij die stenen komen. Want het is een hele grote plaat. Nou, voilà, ja. Nou ja, dat moet kunnen toch, dacht ik zo, ja. Nou, en hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Dus voel je eigen, ja, dan kom je maar helpen. Als je je eigen voelt geroepen, ja. Nee, hè? Je kan ook een koffie, thee krijgen of een sapje krijgen, want drank, dat begin ik door de week niet aan. Nee. Nee. En vooral met die warmte niet, het stijgt naar je hoofd. Ja. Dus niet doen. Dan kun je eerder beter s'avonds laat even een drankje nemen voordat je naar bed gaat. Ja. Beter is thee of koffie en water en een sapje. Ja. En dan een sapje nemen wat ook nog gezond is voor je. Ja. Blijf je misschien ook nog wat gezond. Ja. Dus ja, dat dus. En je kunt met mij alle kanten op, behalve de goede zeg ik meestal. Maar ja, ik drink door de week ook geen drank. Dan enkel zo nu en dan met Karin heb ik dat wel gedaan. Want dat moet eens een keer kunnen als je gaat uiteten. Dan doe ik dat wel als ik ga uiteten. Maar als ik niet ga uiteten, als ik gewoon hier eet, dan is het een sapje erbij. Dat weten jullie nou, voorheen had ik het wel. Maar het is enkel vrijdag, zaterdag en zondag neem ik alcoholische drank, wijntje. En dan maandag, dinsdag, woensdag, donderdag is het altijd weer een sapje, ook overdag sap. Ja, gewoon een sapje erbij. Moet kunnen. En af en toe heb ik eens een biertje, nou dat moet ook kunnen vind ik, ja. Maar ik ben geen alcoholist of wat dan ook, nee. Er zijn mensen die zeiden al van, je lust hem graag zeker. Ja, mag ik het uitmaken wanneer ik wat drink? Ja, ik drink inderdaad ook wel eens overdag, maar dan zit ik op een terrasje. En dan is het ook eventjes, nou even genieten. Ja, maar dan kom ik weer thuis en dan is het weer een sapje en koffie, et cetera. Ja. En ik mag graag als ik op een terrasje zit even een wijntje nemen. Ja, dat moet toch kunnen? Ja. Dus, gewoon een wijntje van het huis zeg ik dan maar. Dat is lekkere wijn, rode wijn, lekker droog meestal. Ja, dat gaat er bij mij wel in. Maar meestal is het eigenlijk, wanneer ik een terrasje pak, is het eigenlijk met de juttetjes, de markt. En dat is nog niet, ik ga gelijk kijken wanneer dat is. Gaan we gelijk kijken. Joepie de poepie, juttetjes. Markt, Den Helder, 14 juli. Nee, ja, oh, die gaat dan voor start.
Is dat 22? Gaan we even, 2022, eventjes weer. Ja, Juttertjes maakt het toch van start op 14 juli. Ik laat het jullie zo meteen ook wel even zien. Ja. Kijk. Daar staat het, duidelijk. Maar... nog steeds aangepast of niet? Het zal haast wel. Niet in alle... nee, tuurlijk. Maar ze zijn besopen. Het lijkt wel de oude. Nou, ik ga dat even uitzoeken, dan horen jullie dat nog van me. Oké, ik kom erop terug. Het zal wel de oude wezen. Laat het hopen, want we kunnen gewoon normaal doen. Kom op mensen, normaal. Gewoon doen hoor. Gewoon doen, denk erom. Want het is allemaal bangmakerij, lieve vrienden. Echt waar. Net zo min met die apenpokken. Hoe zie je het? Het is gewoon de pokken. Daar zijn we allemaal als kind zijn er al voor ingeënt. Weet je nog wel? Op de schouders, hè? Dat leuke plekje. Ja, er zijn ook sommigen die hebben hem in de bil gekregen, weet ik wel. Ja, dat heb ik ook wel gehoord. Maar ik heb hem ergens somewhere op mijn schouder gehad. Dat ik nog baby was. Dus ja, het moet een naam hebben, het moet weer nieuw zijn. Maar apenpokken mag ook alweer niet, want dat is discriminerend. Dus we gaan alweer wat anders verzinnen. Nou, je blijft lachen. Hier. Ze zijn gestoord. Ja, echt waar. Ik lach erom hoor, gewoon, want ze zijn gewoon weer de mensen, het volk aan het bang maken. Met allerlei onzinnige dingen. Ze beweren ook dat we weer een coronagolf gaan krijgen. Hebben ze soms een glazen bol waar ze in kunnen kijken of zo van... wat gaat de toekomst ons brengen? Oepsie. Ik ben en ik voel me niks, maar dat kan ik nog niet hoor. Nee, ik heb geen glazen bol. Vroeger, dat ik nog kind was, dat ik nog thuis woonde. Ja... toen hadden we dan met de Koninginnedag, waar ik ook niks meer mee heb, met heel het koningshuis niet. Want ook dat wil je niet weten wat er al in het verleden mee is gebeurd. Maar in ieder geval, met Koningsdag, wijkkinderen, hadden we dan vroeger altijd een verklede optocht. Leuk. Ik ging dan altijd als waarzegster. En de waarzegster was een heks vroeger. Dus ja, en ik ben nog steeds een heks, hè. Ik heb een zien hem hangen naast het hartje. Een pentagram. Ik ga ook weer een tattoo laten zetten. Ja, en dat wordt nog een verrassing. Maar dat weet ik allemaal nog niet. Ik zit het allemaal nog uit te dokteren. Ik moet plaatjes opzoeken van de tatoeëerder. En ja, dat komt op mijn arm. Op mijn rechterarm komt dat. Met rozen en ja, iets voor mijn liefhebbende dochter en mijn schoonzoon. Ja, komt allemaal wel. Ik weet het allemaal nog niet hoe en wat. Ik heb ook weer contact sinds gisteren met mijn zoon. En daar ben ik heel dankbaar. Ja, dat ik daar weer even mee heb kunnen praten. Op een fatsoenlijke, rustige, leuke, gezellige manier. Dankjewel, lieverd. Ja, helemaal dankjewel. Daar ben ik je dankbaar voor. Gewoon gezellig even gekeuveld. Ja. Nou, komt wel weer goed. En ja. Gewoon vol goede moed houden, hè. Komt het altijd weer goed. Of niet dan. Ja, maar oké. Lieve vrienden, ik zit lekker te wachten en te keuvelen met jullie. Totdat ik telefoon krijg van Mary. Maar ik moet nog even wat doen. Dus ik ga dat even doen. En ik wens jullie allemaal heel veel plezier. Met alles wat jullie doen en geniet lekker van alles en ook zeker weer met ons mee. Nou, ik zei dus, ik zou wel op terugkomen op de Juttertjesmarkt. Nou, het was inderdaad een oude die ik net had, die site. En ik ben er alweer achter gekomen. Het is vanaf 28 juni tot en met 6 september. Maar ik laat het jullie zelf even zien. Kunnen jullie het zelf even lezen? Dus ik draai jullie even om.
En willen jullie het beter lezen dan dat ik er langs ga? Nou, dan zet je hem toch lekker even op pauze. Ja. Dat kan allemaal bij een video. Lekker even op pauze zetten. Ja. Nou, dat is het. Ja, jullie zien het. Ik zit bij Mary thuis. Ja, echt waar. Dus, ik ga weer even zitten te vloggen. En daar hebben we jongen, meer. Jongen. Ah, lieve schat. Ja, doei. Op dak zitten. Op dak zitten, nou dat is me een beetje te hoog hoor. Dat mag je zelf gaan doen. Maar oké, we gaan zo meteen ook even lekker gezellig naar de Action. Ja, eventjes daar de winkel leeg kopen of zo. Ik weet niet. We zien wel. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder van je dag. En denk erom, er is onweer voorspeld, er is regen voorspeld. Althans, hier aan deze kant van het land. Nou, hoe het bij jullie gaat worden? Misschien wel erger, ik weet het niet. Maar misschien ook niet dat jullie de zon blijven behouden. Maar het komt allemaal goed, lieve vrienden. Hou gewoon vol goede moed en tot later. Ik ben alweer geruime tijd thuis hoor. Jazeker, ik heb de meisjes al uitgelaten en al. En het is reeds... 19:57 en nou, het is vandaag vrijdag, dus geen goede tijden, slechte tijden, nee. Blow up. Ja, met die ballonnen, dat vind ik zo leuk, hè. Vind ik zo mooi. Ja, en ik heb het bovenraampje daar open. En ik heb dat raam open. Enkel, daar ga ik houden een keren mee, want ik kreeg hem niet open, dus dat was een geweld. Omdat hij vast zat door het verven nog. Ja, door het verven. Maar in ieder geval, ik heb lekker eten voor mijn neus staan. Patatje en een wasje. En mayonaise, curry en knoflooksaus. En natuurlijk een sapje. Geen drank, nee, geen zin in. En een bakje koffie. En waarom ik er geen zin in heb? Nou ja, jullie wisten het al. Ik had nog steeds. Dus ja, dan ga ik geen drank drinken, want dan maak je het meestal erger. Dus ja. Maar dan komt het goed, lekker sapje erbij. En vragen jullie wat? Dan laat ik het toch even zien. Ja. Goh, laat ik het gewoon even zien hoor. Maakt niet uit. Ik heb ook trouwens de lege fles ervan, die moet ik inleveren. Maar het is deze fles. Ja. Een beetje anders. Nou, het is gewoon lekker. Ja, een beetje koolzuur erin, maar geen alcohol, niks. Nee, het is frisdrank. En ik vind het heerlijk. Karin die noemt het geloof ik ginger beer. Nee, het is geen beer, want beer is bier in het Engels, ja. Dus denk ik bij mezelf, het is geen beer, want dat is weer bier. Dus ja, goed dan, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle avond. Ja, ik ga er ook van genieten. Ik ga ook nog een vlog in elkaar zetten. En dan zien we wel weer waar het schip eindigt. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alreeds weer, nou, op de kop af 12 uur. 0000. Nou, ideaal. Mooi cijfer. Mag ik er eens doen? Nou, laat het licht weer branden. Dat doet het niet. Oh nee, je mag niks zeggen hè, met de weens. Maar inderdaad, ik zeg dus licht aan doen. Dan heb ik weer naar de gemeente kunnen bellen. Van de lantaarnpaal. Nou, je ziet hem nou niet eens. Nee, je ziet hem echt niet. Maar ik zal jullie even omdraaien. We kunnen jullie zien hoe donker het buiten is. Ja? Zien jullie de lantaarnpaal staan? Nou, nee, hè. Ja, met mijn blote ogen zie ik hem wel. En daar verderop zie je een lichtje. Dat is uit een flat vandaan. Daar zie je licht. Is uit dat huis. Tenminste, in de tuin. Maar het is gewoon donker. Spookend benauwd. Ja, spookend benauwd.
maar ook aan de voorkant. Oftewel, bij mijn keuken is alles donker. Alles donker. Alles donker. Ja, echt waar. Ja, dan zie je weer die. Dames. Ik zal het raam even open doen. Alles is donker. Alles is donker. Dus ja, dat dus. Ja, toen zat mijn vitrage ertussen, ook dat nog. Hup. Raampje dicht. En dan moet die deur weer dicht. Nou, zo zie je, een heel donker gat. Heb ik nooit gelast van. Dan moet ik Rijker zien te zoeken. En dan gaat de deurbel. Ook dat nog. Nee, de deurbel moet mij horen. Dat is mijn Mary. Nou. Hai schat, even geduld. Wat zei? Ik zei even geduld. Ik was aan het vloggen. Dus ja, lieve vrienden, zo heb je licht in je tuin van een lantaarnpaal. En zo is het dus helemaal roetje donker. Maar ik wens jullie ook een hele fijne nacht. En slaap zacht. En morgen gezond weer op. Dus ik zeg tot aan de andere kant van de nacht.